Ajax. De eerste ronde, hè, voorronde, de tweede. En dan ben je wel blij dat je in die koker zit. En dan kijken we ook allemaal wel naar de loting. Die dan een oud Ajax ziet dan verricht. Lille. LASK Lille. So LASK Lille. Which are the opponents? It's a group H. H. We zitten natuurlijk al in de Youth League omdat we kampioen zijn geworden. Maar het is zeker mooi om met het eerste mee te vliegen. Ja, dan spelen wij natuurlijk dezelfde pool, dus tegen Valencia, Chelsea en Lille. En we reizen natuurlijk ook met hen mee, dus het is zeker een hele mooie ervaring. En dan besef ik pas echt hoe dichtbij je er zit. Dus ja, erg mooi. Je komt ook weer tegen oud Ajax-ieden te spelen. Hè, met bijvoorbeeld Jasper dan bij Valencia. En voor ons is het ook wel echt heel gaaf om dat mee te maken. Hè, bijvoorbeeld ook na onze wedstrijd, dat je ook de wedstrijden ook kijkt in het stadion, hè, de uitwedstrijden. En dat is allemaal dat je zo voorbereidt op wat eventueel gaat komen. Dat ze niet voor verrassingen komen te staan op het moment dat ze die stap straks gaat maken. Richting de kleedkamer van Engel. Dus de opstelling gaat er ook als volgt uitzien van morgen. Dan weet je dat alvast. Philippe rechtsback. Centraal heb je Divine, Noordin, Ennis. Heb je op middenveld heb je Henrique, Quinten en Jury. Rechtsbuiten heb je Toenaan. Sontje in de spits. Sontje. En links Nagy. Het is natuurlijk ook een stukje trots, hè? Je speelt, zeg maar in de Champions League voor jeugd. Ja, dat is voor de jongens iets waar ze echt wel naar uitkijken. Dat merk ik nu ook in de kleedkamer, dat merk ik vandaag op de training. Ja, die jongens die staan echt letterlijk te trappelen om het veld op te gaan. Er is toch een bepaalde druk dan altijd, want het is, nou ja, je voelt je echt belangrijk gewoon. Een soort Champions League gevoel. Het is ook wel een hele belangrijke wedstrijd voor ons als jonge gasten natuurlijk. Want je wilt jezelf natuurlijk laten zien in de Youth League. Ik ben Henrique Jansana, ik speel sinds mijn 11e bij Ajax en ik ben aanvoerder van Ajax onder 19. Maar je speelt morgen, morgen is het jouw kans om te laten zien. Ja? Eigen helft ga ik je wel zeggen, simpel spelen. En één regel. Bal moet naar de as op het moment dat je in de problemen bent. Ja? Een hele jonge groep met veel potentie. Het is ook een groep dat straks ook gaat strijden, veel van deze jongens, voor het WK. De WK van de onder 17. Nou, er zit potentie in deze groep. Er zit ook zeker potentie Ajax 1 spelers in deze groep. Alleen het is aan de jongens om dat te vertalen in de wedstrijd. Maar vandaag de groep, hè, die ik had, heel kort getraind. 2 dagen na een wedstrijd ben je in het algemeen toch wel het meest vermoeid. Ze hebben ook maar max 45 tot een klein uurtje op het veld gestaan. Dus ik verwacht wel een ploeg wat morgen fit is. En dat zichzelf ook wel laten zien aan het thuispubliek. En, zoals ze vandaag trainen heb ik in ieder geval een goed gevoel richting morgen. Alleen, wat ik zeg, het blijven situaties wat gewoon moeilijk waar je grip op hebt. Hoe een niveau zeg vandaag? Wat een niveau, als je dat vergelijkt met gisteren. We verwachten dit, maar wat ze dat doen, ja, dan moet je weer snel kunnen schakelen. En dat is vaak toch wel een schakenwedstrijd, dat is mooi. Ik denk dat ik dat eventjes moet herstellen. We hadden een training en we hadden 3 ploegen. En 2 ploegen eindigden met gelijk aantal punten. Dus we kijken niet naar doelsaldo, nee, dan moesten de penalties genomen worden. En nu lijkt het natuurlijk net, omdat we 2 edities... Youth League uit zijn gevlogen, dat we echt al mee bezig zijn. Maar dit kwam toevallig zo uit en de camera, jullie stonden langs het veld. Alleen het blijft een feit dat we wel 2 keer met penalties eruit zijn gegaan. Je kan wel je traptechniek kan je leren, je aanloop kan je leren. Het nabootsen van spanning kan niet. Hè, dus dit is wel iets wat we de jongens ook meegeven. Het gaat ook om momenten dat je dan je verantwoordelijkheid pakt. En ja, de laatste edities zijn we tegen Franse ploegen eruit gevlogen. Attentie voor 1 en commentaar open. Dag dames en heren, een bijzonder goede middag vanaf Sportpark de Toekomst. Waar we in afwachting zijn van de eerste groepswedstrijd in de Youth League. Tussen Ajax en Lille. Vanavond uiteraard het grote werk. Hier even verderop in de Johan Cruijff Arena. Nou ja, je pept elkaar natuurlijk een beetje op. Je voelt ook wel spanning hoor. Nou, ik denk dat we met deze groep toch wel heel veel aan kunnen. En ik denk dat we elkaar ook wel goed begrijpen. We kunnen elkaar er wel mee, goed mee helpen.
Dit is ook niet na te bootsen. Dus we hebben natuurlijk veel internationale oefenwedstrijden gespeeld. Alleen dit podium is niet na te bootsen. 132 dagen zonder Champions League voetbal in Amsterdam. Maar we zijn weer begonnen. Je meet jezelf zeker met de allerbeste van de wereld. Nou ja, je leert er uiteindelijk van, want je speelt tegen de beste teams van de onder 19 natuurlijk. Dus het is echt een hele mooie leerschool. Ik denk dat je geen mooie podium krijgt in de jeugd. Ajax kwam laatst met zo'n motiverend filmpje natuurlijk van de Champions League. Nou ja, die krijgen wij dan ook te zien. En dan zie je wel jongens die kippenvel krijgen. En het motiveert je zeker. Alle vertrouwen. Het geeft me toch wel een trots gevoel natuurlijk. Dat je aanvoerder bent van het vlaggenschip van Ajax. Dus een heel trots gevoel geeft het me zeker. Nou ja, je kan natuurlijk meer tegen de scheidsrechter zeggen. Dat zeker, maar spelers kijken zeker tegen je op. De trainer die gebruikt jou echt als een tussenpersoon met het team en met hem. Dus het is zeker wel een belangrijke plek in het team. Maar ik ben er erg trots op dat ik dat mag zijn. Ik hoop het goed te doen. Het is jouw carrière. Het is jouw moment in de onder 19, dus pak die. En doe er ook alles aan om jezelf maximaal te ontwikkelen dit jaar. En dat moet je zelf wel de touwtjes naar handen nemen. Met de start van de Champions League begint voor Ajax onder 19 ook de prestigieuze Youth League. Op de toekomst is de tegenstander, net als bij Ajax 1, Lille. Na de achtste finale plaats van vorig jaar dromen de Ajax-talenten van de eindzege in dit toernooi. Maar laten ze beginnen dus met een goed resultaat tegen Lille. Goeie bal, Moussampa. Daar de ruimte bij Ajax met de eerste grote kans in directe doelpunt. Regeer maakt hem en het is 1-0 voor Ajax. Daar komt de bal niet. Timber dan misschien. Hans Timber en dan Unuvar. Ja, daar is het raak. En daar is het 2-0 voor Ajax. Het zou kunnen naar Regeer, daar is hij. Terug naar Hansen. Oh, mooi gedaan dit. En een prachtig doelpunt van Ajax. Sontje Hansen, daar is de salto die we van hem kennen. En het is 3-0 voor de Amsterdammers. We hebben het zelf gewoon heel goed gedaan, want Lille is echt geen beroerde tegenstander of zo. Maar we waren gewoon geconcentreerd en als we geconcentreerd zijn, dan kunnen we iedereen aan. Sontje Hansen schreeuwt het uit. Het spel gaat door. Hoe is het met Sontje Hansen? Een wissel aan de zijde van Ajax. Het veld wordt verlaten door nummer 9, Sontje Hansen. Laten we hopen dat de schade enigszins meevalt bij deze belangrijke spits van Ajax onder 19. Nou ja, die vrijdag was hij weer op het veld te zien. Heeft hij ook een stukje met ons meegetraind. Zaterdag tegen Heerenveen is hij ingevallen en de 2-1 gescoord. Dus ik acht hem wel fit voor Valencia. Terwijl ook de aanvoerder naar de kant gaat. Bedankt voor het bewezen diensten. Henrik Jansana. En voor hem dus dat grote talent van wie veel wordt verwacht. De man uit Denemarken. 16 jaar, Christian Rasmussen. Rasmussen doet het zelf en dat levert dan toch nog de vierde op. Wat heerlijk voor hem. En Ajax op 4-0. Ik denk dat het ook wel dat we het goed hebben gedaan inderdaad. Een 4-0 overwinning, de eerste wedstrijd, is toch wel een heel goed begin hoor. John, gefeliciteerd. De eerste drie punten zijn binnen en 4-0 is een goede overwinning. Ben je tevreden? Nou ja, basis hè, van de uitslag zeker. De eerste helft was wel was heel goed van onze kant. In dit team zit zoveel voetbal, hè, dat zie je. Alleen ze mogen af en toe nog wat zakelijker worden. Een goede overwinning dus van Ajax. De volgende tegenstander is Valencia, dat het eerste duel met 3-3 gelijk speelde tegen Chelsea. Ik denk dat het zeker wel een sleutelwedstrijd is. Want als we deze winnen, dan hebben we hele goede papieren natuurlijk om door te gaan. Doelstelling is overwinteren in de Youth League. En vandaan moet je gewoon per wedstrijd moet je het gewoon gaan bekijken. We gaan er ook echt voor om dit jaar echt verder te komen en gewoon voor de prijs te gaan spelen. Ik hoop dat dat ook echt gaat lukken.